Ja, ik vind het wel leuk, weet je. Om eerlijk te zijn. Stoelen en tafels aan de kant, want na een voetbalweekend moet de boel er bij HVV Laakkwartier weer netjes uitzien. Vanaf dit seizoen krijgt de club daarvoor hulp. Cliënten van zorginstelling Midin met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan er 3 dagen per week aan de slag. Kom maar mee, stop een blik. Ja, geweldig. Het is echt gewoon leuk werk. Lekker weer aan het werk weer. Heel lang tasje, dat is ook niet goed. Dit betekent heel veel voor de cliënten. Ze hebben een waardevolle dagbesteding. Ze voelen zich gewaardeerd en een stukje respect ook voor wat ze doen en waardoor hun weer groeien. Ja, ik vind het wel leuk, weet je, om eerlijk te zijn. Waarom? Ja, je krijgt kleding aan, weet je, en je mag die kleding mee naar huis nemen. Dus dan hoef je niet, dus dan kan je al vanaf thuis, kan je al... Al aankleden. Dus je moet, als je gaat boeken, moet je zo. En dan ga je draaien zo. Oh ja. Dan doe je iedere keer zo een stukje. Ja? Ja. En ook de club Laakkwartier is blij met de hulp. We hebben vanmiddag hebben we bingo voor het eerst weer. Sinds lange tijd. Nou, dan moeten alle spullen klaargezet worden. Alles moet schoongemaakt worden in de kantine. Nou, dat zijn allemaal werkzaamheden die zij uit onze handen nemen. En dat is voor ons hartstikke belangrijk. Want wij kunnen dan andere dingen doen. Het is de eerste keer dat Midin samenwerkt met een voetbalclub in Den Haag. Maar aan het enthousiasme van de cliënten te zien, zal het vast niet de laatste zijn.